De verkeerswethouders van de gemeente Nijmegen en Lingewaard hebben maandag een bestuursconvenant getekend. Dat moet leiden tot de realisatie van de Dorpensingel. Deze weg moet een verbinding vormen tussen de Ovatonde op de Prins Mauritssingel en de Zandse straat in Bemmel. Daarvoor wordt een gezamenlijke projectorganisatie in het leven geroepen. Waarom is het nodig om de Dorpensingel te realiseren? Dat is natuurlijk al vastgelegd in het gemeentelijk mobiliteitsplan wat door de raad is vastgesteld in 2009. Maar die Dorpensingel die is natuurlijk belangrijk in het kader van de doorstroming van het verkeer. Wat nu nog veelal plaatsvindt of via de Ressense straat, zeg maar Bemmel uit. Of aan de andere kant via de Vossenpelselstraat richting Lent. Nou, we weten natuurlijk ook dat Nijmegen bezig is bij Lent met het eiland. Dus zeg maar over een jaar of twee, drie dan wordt de dijk richting de Nijmeegse brug natuurlijk voorgoed afgesloten voor autoverkeer. De Laviksstraat in Lent is al heel erg autoluw gemaakt. Dus ja, om een goede doorstroming de gemeente uit, maar ook de gemeente weer in vanuit de richting Nijmegen. Straks ook rekening houdend met de komst van die nieuwe stadsbrug. Ja, is het een hele goede weg om aan te leggen. Juist om te voorkomen dat aan de andere kant van Bemmel, daar waar straks de oprit komt voor de A15, dat het daar niet helemaal vol gaat lopen. Nou, u heeft met collega uit Nijmegen, Henk Beert, een bestuursconvenant ondertekend. Wat is daar precies in vastgelegd? Nou, dat is een bestuurlijk convenant. Dus er staan geen onomkeerbare dingen in. Er staan in principe afgesproken dat we samen optrekken in dit project. Dat we samen op zoek gaan naar de totale financiering, zeg maar, voor dit project. Dat we dit dus zien als één project, zeg maar, van twee gemeentes. Dus eigenlijk is het een soort samenwerkingsafspraak. En dat alles onder goedkeuring van de raden. Want die gaan uiteindelijk over de budgetten waarover we kunnen beschikken. Dus onder andere ook over het budget voor Lingewaard, wat als het goed is morgen wordt vastgesteld in de gemeenteraad. Voordat de Dorpensingel gerealiseerd kan worden, moeten nog wel een paar knelpunten worden opgelost. De financiering, zo'n 8,2 miljoen euro, is bijvoorbeeld nog niet rond. Nijmegen heeft haar deel van 5 miljoen al gereserveerd. Maar Lingewaard moet daar 3,2 miljoen nog bij elkaar krijgen. Nou, daar zijn we met Nijmegen over aan het nadenken. We hebben natuurlijk ook al bij de provincie neergelegd. Goh, we zien dit als één project. Dus wellicht dat de provincie daar nog een flinke bijdrage in kan doen. Lingewaard heeft hier natuurlijk in de begroting geen geld voor opgenomen. Ook omdat we het op dit moment gewoon niet hebben. En we zijn nog met de stadsregio in gesprek. Omdat we natuurlijk ook naast die Dorpensingel wel heel graag fietspaden willen. En over welke termijn hebben we het eigenlijk? Hij zou aangelegd moeten worden in 2016. Dus het voorbereidingskrediet wat we nu hebben aangevraagd, waarover de raad morgen beslist, dat gaat met name om te kijken naar de bestemmingsplannen, het tracé. Wat voor gronden komen we dan tegen? Zijn die nog van iemand? Moeten we daar met die mensen in overleg om dat aan te kopen? Dus daar is eigenlijk volgend jaar voor bedoeld. Gemeente Nijmegen en Lingewaard houden op maandag 9 december een informatieavond voor bewoners en belangstellenden in de aula van het Overbetuwse College in Bemmel. Daar zullen de plannen dan ook nader worden toegelicht.